Wie is de beste speler van de ploeg? Dat is een moeilijke vraag. Ja, beste speler. Voor mij is dat de Fouke, zou ik zeggen. Ik zou eerder een beurt zeggen. Qua complete geheel, conditie, techniek en zo. En waarom de Fouke? Omdat hij ook wel te zien het allemaal goed vindt. En die geeft ook wel goede commentaar op iedereen altijd wel. Ja. En ook een goede schot en een goede pas. Dus ik denk dat dat voor mij wel de meest complete speler is. Voor mij, ja. Voor mij zeker. Ik vind het wel heel moeilijk. Zeker, ja. Jonge gast, techniek, loopvermogen, mentaliteit. Jongen die nog kan groeien. En dan wel wat bewezen heeft voor zijn eerste jaar. Voor mij een boemer. Dat komt wel niet. Omdat die gast nog maar recht trekt, die is technisch goed, die is zeer snelheid. Maar niet veel snelheid, gewoon lang een bal, heel je linkse voet. Die coach, die kent het spel deur en deur. Droom in C. Ja, ik vind dat Mogen, vind ik wel een beste. Ja, eigenlijk. Oef. Ja, ik denk de Brommer. Ja, leg uit. Die heeft gewoon het totaal pakketje, die heeft ervaring, die heeft inzicht, die is snel. Die kruist alles op van achter, dus ik denk dat de Brommer wel dichtbij komt. Ja, en die durft wel eens een tackle gooien, om dat een beetje vrees aan het. Of de kost zou misschien ook nog kunnen, puur technisch gezien. Dat ook nog wel. Ja, dat kan ik wel. Op het voetbal nog een scheiding in het over. Brommer, zonder twijfel. Ik zie de C. Leg uit. Oh, ik denk de C is... ja, de slimste op het veld. En ook gewoon technisch. Zeker voor zijn leeftijd. Kies de C. Ja, Brommer of? Ja. Nee, ik heb hier ook langer met Sam gespeeld al, toen hij nog wat jonger was. En dan was dat veruit de beste ook altijd al geweest. Die zijn snelheid en die zijn voetbalintelligentie. Dat, voor mij is dat wat ik heb met Sam. Ik kies voor de toekomst. Mooi. Ja, ik vind Ben of Brommer. Ja, ik vind een Brommer. Ja, een Brommer. Maar ik vind de Valkje ook een hele belangrijkste van de ploeg. De meeste waarschijnlijk Brommer, maar de belangrijkste vind ik al de Valkje, denk ik. Ja, legaat. Ja, dat is in zijn functie ook, hè? Ja, het is dat. De Valkie is op de 6 wel een heel belangrijke, ja, hele ploeg. Een goede stofzuiger ook wel. Ja, waar het dicht loopt op een wedstrijd, dat is wel niet normaal. Ja.